Oh, waar ben ik nu? Ik zit in de klok. Dat was het sound effect van de klok. Oh, en we gaan weer naar beneden en we zijn weer terug in de klok. Damn. Yo mensen van Oden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij weer een custom map van een Brodo spelen. Natuurlijk op play.dodecraft.nl. Wij gaan vandaag terug de tijd in... Zijn we al terug in de tijd? Nee? Oh. Dit is een plot vol verrassingen en een storyline. De regels zijn simpel. 1. Sloop AUB niets. 2. Heffen. Dit plot is gemaakt door The Black Tree. Geen commands in dit plot aanwezig, zonder hulp gemaakt. En dit plot is erg lang. Geniet ervan. Nou, ik weet zeker dat dat wel gaat lukken. De storyline is... Oh nee, Dodo. Naken en monster zijn in gevaar. Ga terug in de tijd. Weer niet? Oké. Okay. Om erachter te komen wie de dader is en red monster en naga. Dit gaat niet zomaar. Je moet heel wat doorstaan, dus blijf niet stilstaan. En ga snel voordat het te laat is. PS, onderweg kom je hints tegen. Dit kan helpen. Nice. Pak een minecar en ga terug in de tijd. Oké, pak een minecar. Minecar. En we gaan terug in de tijd. Gaat dat door middel van een... Blijkbaar een achtbaan. Oh, daar zit een minecart in. Maakt niet uit. Ik heb mijn eigen minecart. Ik breng altijd mijn eigen minecart. Behalve als ik dat niet doe, dan breng ik hem niet. Op naar boven. Terug in de tijd. Wow. De flux capacitor. Back to the future. Kent iemand dat? Nee? Oké, okay, ik ben echt te oud, hè. Yo, zie hem gaan, man. Zie hem gaan over al die hobbeltjes. Hobbel, hobbel, hobbel. Wiebel met die cons. Hobbel, hobbel, hobbel. Oh, wow. Oh, we gaan naar beneden. Wow, wow, wow. Oh, waar ben ik nu? Ik zit in de klok. Dat was het sound effect van de klok. Oh, en we gaan weer naar beneden en we zijn weer terug in de klok. Damn. Nou, cool gedaan hoor. Oh, wacht even. Ik miste de stem. Wat stond hier? Stem? Ben je misselijk van de looping? Hier komen de... S.jump. Jump. Oh, slime jumps. Slime jumpies. Oké, okay, dat wordt nogal moeilijk. Ah, yes, lekker Wouter. Oh, er zit ook precies lekker lava onder, hè. Dankjewel. Daar ben ik heel erg blij mee. Oké, kom op. Yes, lekker. Kom op. Yes, lekker. Oh, ik ben echt elke keer blij als ik hem red. Oh, wow, ik jumpte echt net bijna er langs. Kom op, yes. Lekker. En de laatste. Yes. Oh, god. Stom plafond, jongen. Oké. Gaan hier op het randje staan. Ja. Oh, ja, ik had hem. Ik had hem. Ik vloog daarna pas. Jullie zagen het. Ik heb niet gecheat. Zo, terug in de tijd, maar nog lang niet klaar. Pak hier een bootje. Oké, ik pak een bootje. Kan ik hem ook plaatsen? Moet ik die hier plaatsen? Oh, ik moet hem hier plaatsen. Hupsakee. Woo! We zijn terug in de tijd, mensen. Wat was het hier mooi. Oh my god, YouTube zonder clickbait, zonder pranks en alle... Man, dit is mooi. Oh ja, als je erover nadenkt, dan is YouTube van 5 jaar geleden of zelfs 10 jaar geleden, toen keek ik ook, was wel echt heel anders dan nu. De YouTube waar heel veel van jullie mee opgegroeid zijn. Jij bent nog niet op de helft. Oh, nou dat is mooi. Stom. Dat is mooi, stom. Oké, hupsakee. Hupsakee, lekker. Oh, deze... Oh, oké, daar gleed ik even naar beneden. Woo! Deze... Oh, ik heb nog nooit zo'n parcours gezien met die trapdoor zo. Dit is wel de eerste keer dat ik die tegenkom. Oh, dit is een checkpoint, denk ik. Kan ik vanaf hier springen? Of moet ik dan deze gebruiken? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet of ik hem nou moet springen of dit ding gebruiken. Weet je wat, ik ga gewoon... Deze. We gaan gewoon proberen te springen. Ja, alleen die trap, jongen. Oh, die trap. Ah. Oké, fuck deze jump. Dit is zo irritant. Oh. Eerst dacht ik nog van het is nog wel oké. Maar de chillste jump parcours zijn degene die gewoon een beetje te doen zijn. Kijk, nu ook. Nu zit je tegen dat dak aan. Ja, wat wil je dan? Dan ga je sowieso flikkeren. Kijk. Het is zo naar.
Dat is zo naar. We gaan nog één keer proberen. Oh, ik heb hem, ik heb hem. En is hier weer een soort van checkpoint, denk ik. Oké. Dan moet ik naar die kant. Zit ik weer tegen het dak aan. Oh my godjes. Oh my godjes. Kom op. Ah, oké. Fuck dit dak, jongen. Oh my god. Ik kan er zo boos om worden. Ik word niet snel boos. Maar dit maakt me wel een beetje boos. Links is een speciale dodo route. Echt? Ah, nee. Dat vind ik... Zo ga ik niet spelen. Ik, tenminste, ik hoop dat de rechterkant wel kan. Kom op, doorheen. Neem even pauze. En pak alvast een Elytra. Dit is alleen voor de ranks. Oké, dat is goed. Die pak ik erbij. Hupsakee. Nee, die had ik al aan, natuurlijk. Wat is dit? Oh, lekker pauze. Oh, frietjes. Lekker. En een fris drankje. Yummy, yummy. En een cola en een hamburger. I love it. Stem klaar. Gaan we nu maar eens zoeken. Oh, vind eerst de weg waar. Ah, man. Zo lullig, meneer Stem. Oh, nou, ik heb de weg al gevonden. Woep. Hier naar beneden. En dan... Wat de heck? Moet ik door dit? Ja, ik weet... Oh, shit. Jammer. Ik dacht... Ik heb hem. Maar ik had hem niet. Oh, hier is een dingetje naar boven. En wat doet dit? Het is hier wel heel donker. Kijk, hier stroomt het water. Waarom stroomt hier het water? Erg verdacht, niet? Erg verdacht. Oh, hier. Kijk. Zo, ik heb de hik. Ik heb de laatste aflevering echt heel vaak de hik. Ik weet niet hoe dat komt. Klikken en niet stoppen als durft. Oké, dat is goed. Oh. Zijn hier misschien een paar dingen weg of zo? Want volgens mij, ja. Ik denk dat daar een paar dingen weg waren. Poeh. Volgens mij ben je net zo goed als ik. Kijk of ik net zo goed spring als de konijnen. Ha, is dat een hint dat hij kan springen als konijnen? Wie zal ik zijn? Ren snel verder. Ik spring net als de konijnen. Wie of wat springt net als de konijnen? Is het niet gewoon een konijn? Is het niet Naga zelf? Ik zie Naga dat wel echt doen. Naga is echt... Zo'n konijn die zoiets zou doen. Spring! Spring! Oh, dit zijn niet chille parcours. Voor rankers, Elytra parcours. Uiteindelijk kom je op hetzelfde uit voor niet-rankers, de dropper. Oeh. Kies snel een monster. Kies snel. Naga en monster wachten op je. Oké, ik ga snel. Wow, zie je het daar? Zie die spieren even, mensen. Hallo zeg! Gespierde knettert. Wat ben ik toch, gespierde man? Oh, en kijk nou, Pokémon. Dat is wel cool, hè? Ik weet niet hoe die heet. Volgens mij is het een evolutie van Eevee. Maar dat is wel echt een vette Pokémon. Dat is knap gemaakt. Vleug ik even bijna naar beneden. Vlieg als een konijn. Oké. Sinds wanneer vliegen? Konijnen. Oh, yes. Oh. Oh, moest ik hier net omhoog? Oh, dat is echt heel zuur. Oké, ik ga hem nog één keer doen, want ik vond hem wel echt leuk. Maar dat was echt heel zuur, want ik vond het al een best moeilijk parcours, maar... Dit. Ja. Yes. Iets te ver, maar dat maakt niet uit. Lekker hoor. Lekker hoor, man. Waar moeten we heen? Ik vind het wel heel donker. Misschien staken we achter je. Ah! Oh nee. Dat is niemand. Prank. Pak hier je bootje. Nou, ik heb als het goed is nog een bootje. Let's go. Nee, boot niet zonder mij. Dat ging maar net goed. Hier naar beneden. En weer verder. Er zijn wel echt veel leuke elementen hier, moet ik zeggen. Je hebt tot nu toe hebben we parcours gehad. We hebben een doolhof gehad. We hebben een super irritant parcours gehad. We hebben Elytra ding gehad. Ja, we hebben echt heel veel dingen gehad. Oh ja, niet ook zoek de uitgang of zo. Probeer niet in de lava te vallen. Ah joh. Alsof ik zoiets zou doen. Ik, de grote Wouter Minecraft parcours expert. Alsof ik zoiets zou doen. Ik kan het me niet voorstellen. Oh, en hij doet het ook gewoon niet. Dat is zo typisch geweest als ik er wel in had gevallen. Eerst water, toen lava en nu the end. Oh jeetje. Oh, dit is op die hoofden van de draken. Dat is nog wel cool. Wee! Woe! Oh nee, niet dunne stokjes. Oh, grutjes. Oké, we gaan hier omhoog. Kunnen we van de vier springen? Ja, dat kan. Ik spring telkens te ver. Ah! Te ver.
Te ver, want jij loopt niet op deze R. Ja. Ja. Oh, huh? Viel ik nou door het hoofd? Oh, je kan blijkbaar niet op de mond staan. Weten we dat ook weer. Ah, ofwel. Kan dat nou wel of niet? Wacht even, nu gaan we kijken. Als ik op de mond sta... Nee, daar zak je doorheen. Oké, dus je moet echt alleen op het hoofdje staan. Hupsakee. En dan hierop. Wat staat hier? Vond ik het moeilijk? Vond ik het moeilijk? Misschien ben ik het zelf gewoon. Dit was nog niet echt het einde. Even nog een quizje. Hier, zie je wel. Dit is gewoon echt heel veel minigame. Dat is super tof. Hoeveel konijnen heeft Wouter? Nou, voor of na de kerst? Oh, dit is echt heel lullig. Nee, we hebben er gewoon nog steeds twee hoor. Maak je geen zorgen. Monster heeft een zwarte huid. Nou ja, zijn huid is niet zwart. Zijn huid is gewoon blank. Maar zijn vacht is zwart. Dus heeft hij een huid? Ja, ik moet hem letterlijk pakken. Dat is niet waar. Het is niet zwart, maar... Een huid is geen vacht. Oh my god. Oké, kijk. Eindelijk gewoon iets waar je logisch kan nadenken. Ga naar links. Rechts, links. Het is ga naar links. Ga niet door links. Laat je niet door de bordjes afleiden. Hoeveel blokken kun je vasthouden? Nou ja, eentje toch? Of nou, ik denk dan 64. 128. Oké, maar als ik ze pak, dan kan ik echt maximaal 64 in mijn handen hebben. Maar oké. Blijkbaar. Twee handen. Oh my god. Ja, oké, maar ja, is dat Minecraft? Ja. Nou, lastig. Welke wereld is heel erg veranderd in 1.11, of 1.10, dat is vast die end. Welk dier staat op Wouters logo? Is dat een arend of een dodo? Nou, dat zou wel echt slecht zijn als ik een arend op mijn logo heb, maar ik ga uit van een dodo. Stem, jump, oké. Ik luister ook gewoon naar die stem, maakt me niet uit. Zo, slim, rennen en springen of heel snel vliegen. Woo! Zo. En dan gaan we omhoog. En waar komen we uit? Vind de verschillen en ga verder. Oké. Dat is een verschil. Daar rechts en links is een ander plantje. Is op de grond iets anders? Ja, de kleuren zijn omgedraaid. Het zijn dus in ieder geval al drie verschillen. Zijn er dan vier? Niet dat ik zie. Denk drie. Oh. Als je hem niet had, het bankje was ook een mini verschil. Oh ja, er zit daar nog één achter. Huh, hoe hebben ze dat dan gedaan? Huh, raar. Ja, het is een beetje stom. Je ziet al het bordje daarna waar die zegt ze van... Het is goed of het is fout. Dus waarschijnlijk is het vier. Maar ik ga ze nog kijken of ze kan vinden. Hier is één sneeuwman. Hier zijn twee sneeuwmannen. De rechtsboven zit close van daar niet. Dus dat is twee. Dan die twee staan omgedraaid. Dat is drie. En dan is ook waarschijnlijk het sneeuw nog wel anders. Oh, daarachter ligt geen sneeuw. En daar wel, dus dat is vier. Als je hem niet had, het sneeuw is ongelijk. Yes, die had ik gezien. Ga maar weer rennen en de konijnen wachten. Oké, ik ren. Raak de weg niet kwijt. Als je het echt niet weet, neem dan deze. Oh, dan ben ik ook gewoon nog benieuwd wat daarop staat. Maar eerst ga ik gewoon de weg vinden. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon deze kant op en dan deze kant op en dan deze kant en dan deze en dan deze en dan deze. En dan zijn we er. Hey, het is je gelukt. Oh, hebben we hier nog een parcours? Moet ik dit parcours doen of niet? Ik denk het haast wel. Oh, dit is wel weer van die nare parcours dingen. Oh. Ah. Lastige jumps. Lastige jumps. Maar ik heb hem wel. In één keer. Moet ik hier die kant op? Lijkt me niet, toch? Oh, en daar viel ik even naar beneden. Oh, en er vloog ik er even naast. Kom op. Hey, lekker. Ik ga veilig naar de overkant. Naga en monster zijn misschien daar. Oké. Hoe had je dit onveilig kunnen doen?
geen idee. Kies een eigen parcours, niet lopen, want dat is vals spelen, ook niet vliegen. Oké, okay. Is cool. Ik pak liever de trapdoor parcours. Ik denk dat elke persoon dat zou doen, want die hekjes die zijn zo naar. Het is wel echt een uitgebreid level. Moet ik even zeggen. Kijk naar de grond. Oh, moet ik hier kijken naar de grond? Pak je car, geniet van je eindreis terug naar voorheen. Oh, we gaan weer terug in de toekomst. Terug in de toekomst. En wat moet ik dan hieronder zien? Oh, ik loop vast. Hallo? Lol. Oké. Oké, okay. Staan er aanwijzingen of zo? Of mis ik het nou gewoon totaal? Dat zou ook heel goed kunnen. Wow, ik zag niet wat daar stond. Daar zijn we dan. Lees je antwoord boven. Even lampjes aanzetten hoor. Deze weg. Wie is de dader en waar zijn Naga en Monster? Zeg eerst zelf het antwoord. Het goede antwoord vind je in de chest. Als je het antwoord weet, vier het einde met vuurwerk, spektakel. Het vuurwerk zit in de chest, hier rechts, afsteken, plezier. Wie is het? Mag ik tussen mensen kiezen of zo? Oké, wie is het? Ja, ik denk... Oh, ik heb wel echt heel veel lag. Wat heb ik allemaal gehoord? Ze kunnen vliegen als konijnen. Ik kan vliegen als konijnen. Springen als konijnen. Ja, misschien is het wel een konijn zelf, maar is er een vliegend konijn? Niet dat ik weet. Misschien ben ik het dan zelf? Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Wie was de dader? Het was zelf. Oh, toch zelf. Je hebt zelf de teksten gelezen en misschien had je het al door, maar op sommige woorden stond ik in plaats van jij. PS, ik weet, iemand heeft het ook voor je kunnen lezen, maar nu wil je zeker ook weten waar Naga en Monster zijn. Die zitten thuis. Ze zijn niet in gevaar. Dat was alleen maar om spanning in het verhaal te brengen. PS, veel plezier met het vuurwerk heb ik zelf gemaakt. Nou, ik heb mezelf opgenoemd, dus ik vind dat ik dat alsnog gewoon vuurwerk heb verdiend. Cobra 6. Pak hier al je vuurwerk. Oké, we gaan gewoon... Weet je wat, ik ga gewoon lekker het vuurwerk pakken. We gaan dit gewoon groots vieren, dames en heren. Want we weten eindelijk wie het heeft gedaan, namelijk ikzelf. Maar ik heb het ook weer niet gedaan, want ze waren gewoon veilig. Laten ze hier even vuurwerk afsteken. Woe! Oh, en een boot. Zo, vuurwerk! Oh yeah, dat creeperhoofd is vet. Nou, lees nog even de outro. Ik hoop dat je plot leuk vond, zoals ik zei. Ik heb geen rank en zonder hulp. Laat hier je mening achter. Wat beter had gekund, kan ik het aanpassen voor het volgende speler. Wouter, als je plot gespeeld hebt, zou je dan ook AB een bordje achter kunnen laten? Ik heb daar een plekje voor gelaten. Ah, helemaal top, zal ik doen. Super erg bedankt voor het maken. Ik vond hem heel leuk. Ik ga hem ook in de Hall of Brodo zetten. Dus mocht jij hem ook willen spelen, dan kan dat gewoon op play.dodocraft.nl. Ik hoop jullie daar te zien. Vergeet niet duimpje omhoog te smashen en te abonneren. Dan zie ik je heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.